Zo, goedemorgen. Ik denk, daar staan we dan. Tenminste, daar sta ik dan. Ik denk dat op een bijzondere plek. Dat zal jullie ook niet zijn ontgaan. Achter mij staat het beroemde raadhuis van Uitdenknet van Dudok. We zijn dus in Hilversum. En Uitdenknet, kijk meteen naar Uitdenknet, een icoon in de Nederlandse architectuur. Uitdenknet, de data zijn opmerkelijk. 1928 begonnen met de bouw en pas net in 1931 voltooid. Dus zeg maar rustig, Uitdenknet, als je het hebt over moderne architectuur in Nederland, een van de latere gebouwen. Kort daarop, Uitdenknet, is in Nederland sprake van een recessie. En dan zeker door de economische neergang zien we dat Uitdenknet voor deze architectuur, voor deze rijkdom, eigenlijk dat nauwelijks meer Uitdenknet, nauwelijks meer de middelen zijn. Want daar hoeven we niet over te twijfelen. Dit gebouw achter mij is een van de, niet Uitdenknet, een van de grootste iconen van de Nederlandse architectuur. Maar daarnaast ook Uitdenknet, een van de meest rijke vormen van Uitdenknet, dat modernisme. Net al genoemd, ik denk dat de jaartal is bijna indrukwekkend. Ik bedoel, ik denk eigenlijk naar indrukwekkend oud. Want ik denk 1928 gebouwd. Hè. Moet je je voorstellen welke indruk dat na toen ter plaatse ooit maakt. Het staat een beetje vreemd. Als je om je heen kijkt, dan zie je geen andere hoge architectuur. Het gebouw steekt met kop en schouders letterlijk boven zijn omgeving uit. Maar ja, dat mag natuurlijk niet verbazen, want dat is ook een beetje de functie van een stadhuis. Overigens, als je het hebt over stadhuisarchitectuur, ja, dat is eigenlijk toch een ander gebouw dan we gewend zijn. De meeste stadhuizen staan in de stad, midden in het centrum. En dit daartegen staat, wat buiten de kern van Hilversum. Het heeft inderdaad de architect wel de gelegenheid gegeven om inderdaad heel vrijelijk om te gaan met de organisatie van het gebouw. En ik bedoel met dit, dat zal ons allemaal zijn opgevallen in de tussentijd. Het bestaat een mooi ensemble van net hele herkenbare, eenvoudige vormen. Onder andere zichtbaar, op deze plek, is dat iets links van de toren, daar die verticale beleiding. En die beleiding geeft de plek aan van de raadzaal. En daaronder, daar bevindt zich de kamer van de burgemeester. En een beetje hiërarchisch, zeg maar rustig, een beetje in tune met de toenmalige denkwijze over de orde in het bestuur, bevindt zich daar aan de linkerkant de kamers van de wethouders. Natuurlijk nou ook mooi om te kijken, is dat niet alleen dat de functie zich aan de buitenzijde presenteert. Door het feit dat dat deel en de wethouders zich inderdaad buiten het gebouw bevinden. En dat notabene onder de raadzaal, daar bevindt zich de burgemeester. Je zou zeggen een beetje zoals dat hoort. Kijken we met een andere blik, namelijk niet eens weer naar de functie, maar naar de vorm van het gebouw. Ja, dan zal zeker naar ons ook opgevallen zijn dat Dudok bezig is met een compositie. Als je dan toch wat dichterbij komt, wat nader kijkt, dan zal het ons niet zijn ontgaan dat Dudok net een kind van zijn tijd is. Sommigen zullen allicht wel herkend hebben dat hij net wat eerder bijzonder onder de indruk was van de architectuur van de stijlbeweging. Notabene, ik heb dat al eerder genoemd, net heeft hij met J.P. Oud gewerkt.
En nou, uiteindelijk roepen we meteen uiteindelijk naar de kenmerken van de stijlbeweging laten zich net hier aanwijzen. Kijk maar naar die luifel. Dat bedoel ik mee, het is net dat sterk overstekende dakdeel, maar meteen ook de ingang markeert. Kijk maar naar uiteindelijk ook datgene wat zich daaromheen bevindt. En dan zal het niemand zijn ontgaan dat ook die dok uiteindelijk zich bewust is van de aantrekkelijkheid van de onafhankelijkheid der delen. Beetje een toverspreuk, maar als je naar de kijk klopt, die uitspraak wel. Kunnen die wel gebruiken om ook naar Dudok zijn architectuur te typeren. Want het gebouw maakt niet een massieve indruk, maar is eerder te lezen als een samenstelling van delen. Zoals net beschreven, die delen zijn voor een deel bepaald door de functie, maar bij tijden werden ook ingegeven door gewoon louter de schoonheid. Het mooie van het gebouw zit hem in het feit dat we alleen al in dit kleine hoekje gefrappeerd worden. Ja, door tegenstemming. Let maar eens even op dat kleine blauwe, het blauw geglazuurde baksteen bestaande deel. Wat een beetje eigenzinnig zou je roepen, alleen al door de kleur. Maar wat opmerkelijk, dat in dat lichaam, we spreken nou over dat grote volume, opmerkelijk een beetje insteekt. Dat kennen we ook van de collega's. Dat is een kenmerk wat we onder andere tegenkomen bij de stoel van Gerrit Rietveld. Die ook uiteindelijk in dat ontwerp, zo nadrukkelijk naar de delen, allemaal uiteindelijk een beetje naar doorloopt. Nou, kijk maar mee naar die dok, en dat wordt een principe. Want elk deel heeft uiteindelijk zijn onafhankelijkheid nu ook gekregen door het feit dat het nooit ophoudt waar het ander begint, maar altijd even uiteindelijk doorloopt. Dat geldt niet alleen voor de luifel, maar dat geldt ook inderdaad voor die kleinere luifel daar ter linkerzijde. Je merkt als je met die blik kijkt, dat je als maar spiraalsgewijs mee naar boven kijkt. Onafhankelijkheid te delen. En als je in het gebouw naar een plek zoekt waar je wilt dat het dat illustreert, dan zou ik willen roepen, is dit de uitgelezen plaats. Natuurlijk, dat zijn we onder indruk van de luifel. En ik bedoel mee, natuurlijk niet van de luifel aan zich, maar wel van het feit dat hij zo ongelooflijk ver uitsteekt. Er zit natuurlijk daarin een stukje bravoure. Heb je ooit naar meegekeken en gezien dat onder die luifel zich een aantal balken bevinden? Misschien wel niet op de plek die je zou verwachten. Namelijk in het midden. Maar juist naar iets ter rechter zijn. Heb je geteld? Heb je gezien hoe dat getal 4, hoe dat getal daarboven weer terugkeert? Want net even later, iets meer naar boven, bevinden ze daar net een viertal vensters. We hadden het over de onafhankelijkheid te delen. Over die toren. Natuurlijk net heel mooi om net te zien hoe Dudok die toren niet als een heel resoluut en nogal zwaar deel, maar ja, zelfs in de toren de onafhankelijkheid te delen, of beter, de samenstelling van die toren uit verschillende onderdelen heel nadrukkelijk illustreert. Dat maakt het gebouw ook inderdaad spectaculair. Een toren is vaak statisch, maar de wijze waarop Dudok dat doet, fragmenteren, ja, dat zorgt dat de toren ineens een heel aantrekkelijk dynamisch element is geworden. Ja, een kleine wandeling moet je altijd wel maken, om dit stadhuis naar binnen te komen. Maar je kunt rustig zeggen, dat is helemaal geen straf. Het is juist om die wandeling, dat je gebouw steeds beter leert kennen. Le Corbusier, promenade architecturale noemt hij dat. Of Dudok die term ook kende, neem ik aan. Maar in zijn teksten daarentegen komt het woord niet voor. En toch worden we via deze mooie tocht ons nou ook nog een keer weer andermaal gewaar van de bijzonderheid van het gebouw. Vreemd wel is het, nou, als je me even wilt volgen, dat we als we dan toch de weg nemen en het gebouw binnen zouden willen lopen, ja, dat je uiteindelijk constateert dat het ook net niet helemaal de rechte lijn is. Want vanaf deze plek gekeken zijn we eigenlijk bezig de parkeerplaats op te lopen in plaats van daarentegen het stadhuis binnen te gaan. Nou, hoe dat zit, loop maar even mee, gaan we even kijken.
Ja, dit is dus die weg, hè, die dan iedereen ging om het stadhuis binnen te komen. Wat ik al noemde, eigenlijk dat een beetje een vreemde gang van zaken. Want als je me even volgt, kijk me even mee. Dan is de weg waar ik op sta niet meteen rechtstreeks de inkom voor het stadhuis. Nee, als je het stadhuis binnen wilt, dan moet je naar links. Maar voordat we naar links gaan, dus daadwerkelijk naar het stadhuis betreden. Even dat andere deel, wat vaak een beetje buiten beeld blijft. En dat is de woning van de conciërge. Die bevindt zich naast mij. En je zou bijna roepen, dat is een soort miniatuur het stadhuis. Of beter zegt, de taal die Dudok gebruikt, de kenmerken van het stadhuis, die keren hier gewoon weer indrukwekkend terug. En wat daar bijzonder aan is, is dit. Dat een conciërgewoning en het stadhuis zijn natuurlijk in een bepaalde verhouding. Het stadhuis is het belangrijke. De conciërgewoning daarentegen, dat is, je zou bijna roepen, een beetje bijzaak. En toch merk je dat Dudok daar geen bijzaak van maakt, maar ook weer allemaal iets heel bijzonders realiseert. Een hele typische kenmerk. Kenmerk net mee met bijvoorbeeld de wijze waarop je de woning binnenkomt. Het gaat bijvoorbeeld om hier alleen al dat hele kleine detail van deze opstap. Ik zou het niet eens een trap willen noemen. Een klein niveauverschil, wat natuurlijk ook de bedoeling heeft om je het gevoel te geven binnen te komen. Maar kijk even met me mee naar korte momenten. Je zou bijna op deze plek willen suggereren dat u ook tekort heeft geschoten. Dat hij in de tekeningen een kleine fout heeft gemaakt. Maar intussen hebben we al lang begrepen dat wat hier zich in deze kleine hoek afspeelt, dat het eigenlijk in notendop zijn visie sowieso presenteert. Elk onderdeel is hier apart. Dat geldt niet alleen voor deze plek, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor dit muurdeel. Kijk maar hoe die een kleine hal creëert. Waarbij het muurdeel alleen al een illustratie is van zijn opvatting. De bakstenen hier, die staan nadrukkelijk verticaal. Daarboven daarentegen is het toch wel aanzienlijke besluiten van het muurdeel. Is inderdaad sterk horizontaal. Dus ook hier geldt er in een klein moment dat de elementen die we net hebben kunnen aanwijzen in het stadhuis, dat die nog een keer weer op deze plek terugkeert. En kijk dan even met mij mee naar boven. Nou, alleen al dit deel van de woning. Dan zijn we natuurlijk onder de indruk hoe Dudok die onafhankelijkheid van die delen ook net hier weer in een klein bestek doorzet. De luifel is een nadrukkelijke horizontaliteit. Daarboven daarentegen wordt de verticaliteit van het bouwlichaam nog eens een keer extra geaccentueerd. Door een lange venster opening, smal maar lang, meteen ook een middel te laten worden om het een van het ander te onderscheiden. Ja, dat is Dudok, hè. Tja, alleen al die toren, hè. Wauw. Klein balkonnetje, kleine naar het luifel. Om het al illustreert dat wel naar het Dudok ten voeten uit. Nou, als we daar toch over hebben, over ten voet uit, of de wandeling die we aan het maken zijn, dan sta ik hier aan het begin van een route. Dat was net al ingezet, maar nu wordt het wat officiëler. We staan tenslotte toch een beetje op de, niet de rode, maar de bruine loper van het stadhuis. Kijk, het heeft nu inderdaad zeker in de jaren waar we het over hadden, 1928, 1931 gebouwd, heeft het stadhuis natuurlijk ook inderdaad een hele belangrijke, het is een officieel gebouw. En dat officiële, formele karakter van de architectuur, dat spreekt natuurlijk ook in deze hele ingangpartij. We zijn er nog lang niet. We moeten, je ziet, nog een flinke route afleggen om er te komen. Maar voordat we daar aankomen, eerst even nog een klein detail. Wat het over de onafhankelijkheid daar deden. Kijk maar mee naar de rechterzijde. En zie hoe Dudok op deze plek, niet zoals misschien anderen, dat verhaal van die balustrade pardoes op de grond plaatst, maar dat hier beneden het geheel enigszins heeft opgetild. Het zijn dus slechts deze kleine kolommen die als een drager fungeren. Heb je overigens in de tussentijd ook meegekeken? Nou, dit is dat beroemde Hilversumse formaat. Dudok heeft specifiek voor dit gebouw heeft hij een baksteen laten maken. Een baksteen die heel nadrukkelijk de bedoeling heeft om het verticale en het horizontale nog eens een keer te illustreren. En die horizontaliteit van de baksteen wordt niet alleen bepaald door zijn langgerektheid, wordt het bepaald door de voeg. Kijk maar. De voeg horizontaal, die ligt een beetje naar achteren. De verticale voegen, deze, die zijn gelijk de steen. En je begrijpt onmiddellijk wat voor effect dat heeft
als de zon hier op Erdenget schijnt. Niet voor niets wordt hier ook inderdaad gesproken over de zogenaamde schaduwvoeg. Kijk, er zijn natuurlijk in Hilversum hele mooie dagen. Er zijn natuurlijk in Hilversum ook uiteindelijk minder mooie dagen. En Dudok heeft daar ook voor die gelegenheid een specifieke toegang ontworpen. Want dit is niet de enige weg om binnen te komen. Er is ook een tweede mogelijkheid. En rustig dat een aantrekkelijke droogloop. Stel dat het regent en stel dat je als bruidspaar uitstapt, dan word je door de architect bediend. Loop maar even mee, kijk maar. Hier namelijk aan de linkerzijde heeft Dudok een tweede gang gerealiseerd. Zeg maar rustig, die weg die zo aantrekkelijk door een flinke luifel ons de mogelijkheid geeft op dezelfde statige wijze dan het gebouw binnen te lopen. En natuurlijk dat meteen ook duidelijk, hè? Ik noem dat net al, dat hebben we het over het kleurgebruik van Dudok, dan is dat niet het simpele gebruik van kleuren zoals het bij de stijlbeweging. Opmerkelijkheid bijvoorbeeld aan de linkerzijde is dat hele specifieke blauw. En meteen is de kleurrijkheid aantrekkelijk, maar is de beleiding van deze tegenwand ook wel weer bezig de horizontaliteit van het gebouw nog eens extra te benadrukken. Kijk dan met me mee naar de andere kant. Een opmerkelijkheid zou je roepen in de tijd die wordt bepaald door een schoonheid door eenvoud. Dat Dudok op deze plek, die zou bijna roepen op het randje, dan zelfs dat gouden tegels uitnodigt om de feestelijkheid van het gebouw nog eens een keer extra kracht bij te zetten. En dan begint dat beneden met een kleine voet van horizontale zwarte. Dan vervolgens dicht op elkaar gelegen serie gouden verticale. En dan zult er eindigen bij wat je niet anders zou willen roepen, het kapiteel. En dan komt het rood voorbij. En dan zeggen we met z'n allen natuurlijk ondanks het feit dat het niet helemaal conform is naar de stijlbeweging, dat toch eigenlijk die kleuren die we zo typisch vinden voor Rietveld, voor en zijn collega's, het rood, het geel en het blauw, hier toch zich presenteren. Ja, we staan op de drempel eigenlijk. We hebben de loper achter ons. En nu biedt Dudok ons de mogelijkheid om het stadhuis te betreden. Dat gebeurt een beetje zoals hij op allerlei plekken al deed. Namelijk niet direct. Want ook daar geldt weer, als je nu hier staat en met mij meekijkt, dan komen we niet meteen voor een deur te staan. Dus zeg maar rustig, wat we in de tussentijd hebben gedaan, is een paar keer draaien op onze as. En ook nu weer worden we eigenlijk uitgenodigd. Om niet zozeer meteen naar binnen te lopen, maar vooral uitgenodigd om even nog terug te kijken naar waar we vandaan kwamen. Overigens in de tussentijd, dat zal niemand zijn ontgaan, zijn er weer allerlei kleine details die spreken voor Dudok. Ten eerste de luifel boven ons, hebben we aan de buitenkant kunnen bekijken, die wordt bepaald door een viertal balken. Mooi is meteen te zien dat tussen die balken zich weer verlichting bevindt. En die verlichting die houdt zich in een zekere zin aan de architectuur. Wat dat betreft is Dudok iemand die alles ontwerpt. En dus ook de armaturen. Houdt in dat hier in stroken de horizontaliteit van het tapijt als het ware overnemen. Terwijl de balken van de luifel daartegen bezig zijn om juist weer een andere richting te wijzen. Nou, mooi te zien dat vier balken voor de luifel. En dan hier ter rechterzijde een muur
Ja, die in wezen aankondigt dat we hier uiteindelijk bij een trap staan. Maar niet uiteindelijk letterlijk een traptreden overneemt, maar uiteindelijk toch weer die vierdeligheid die we net hebben kunnen aanwijzen daarboven, uiteindelijk laat herhalen in uiteindelijk deze uiteindelijk muurdelen. Zeg maar dus uiteindelijk ook weer in dat hele kleine detail laat ik die ook herkennen. Want menigeen zou natuurlijk met een zeker gemak dit doorgemetseld hebben tot uiteindelijk de volgende regel. Maar Dudok laat nou op het laatste moment even uiteindelijk de steen, de onderste steen, een beetje terugwijken. Waardoor dit zich weer uiteindelijk presenteert als een apart deel.